bezaubende Ariette. Bravo, Proudig. Het stuk dat we repeteren is het stuk uit de tweede acte, waar eigenlijk voor de eerste keer meer dan 3 personen op de bühne zijn. Namelijk de theatergroep komt op de bühne met Victorin, de regisseur, met Graaf Albert, met Lucien, met Juliette en met Frits, oftewel Pierrot. Ja, er wordt een beetje de draak gestoken met het een en ander. Dat zie je ook heel duidelijk op de scène. Het is een hele vrolijke scène ook. Marietta komt dan binnen en nee, ik was er vandaag niet bij. Ik had vandaag geen zin om te repeteren. Ja, zo ontwikkelt zich dan dat ene met het ander. Ja, het is fantastische muziek wat Korngold heeft geschreven. Heel bijzonder, hij was 23 jaar oud toen hij deze muziek heeft gecomponeerd. En dat merk je eigenlijk helemaal niet, het was echt een wonderkind. Het is een beetje een muziek, een soort kruising tussen Wagner, Strauss en Puccini. Voor groot orkest, ook heel virtuoos orkest. Het is een enorme uitdaging voor het orkest. Ja, en de opera heeft 2 hele grote hoofdpersonen, Paul en Marietta, die muzikaal ook zeer aan hun trekken komen, heel erg uitgedaagd worden, zowel qua intensiteit van de partij als ook qua moeilijkheidsgraad.